Een goede middag en weer een lancering bij Embellicious. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag is het een hele belangrijke dag voor Sazzy. Het is haar debuut met een boek dat je elke keer opnieuw kunt lezen. En misschien zijn jullie wel net zo nieuwsgierig als ik. En laten we even gaan kijken waar Sazzy woont. Hallo Ina, ik heb hier zo lang naar uitgekeken en ik zal mij meteen verklappen dat dit niet is waar ik schrijf. Meestal schrijf ik in de living, maar die is een tikkeltje te rommelig om op film te tonen. Maar dit is wel een plek waar ik mij kan ontspannen en waar ik naar de ruggen van boeken kan staren. De living is meestal ook een tikkeltje lawaairiger met auto's die langs vroomen, voetgangers die praten, trammen die rinkelen en af en toe een sirene die langskomt. Het is eigenlijk verwonderlijk dat ik daar altijd kan schrijven. Specifiek heb ik nog op de computer van mijn moeder geschreven, nog in het middelbaar. Die stond altijd op de eettafel. En ja, objectief gezien zou dit dus een veel betere schrijfplek zijn. Maar ja, ik doe alles in de living. Lieve Sazzy, de eerste keer dat ik de titel las, dacht ik van wauw, gewaagd. En toen ik het gelezen had, was ik nog meer verrast. Hoe ben je eigenlijk op dit idee gekomen? Ik was 15 en las De Wereld van Sophie van Jostijn Gaarder. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. En er was een zinnetje wat mij de hele tijd liet denken, hoe zou het zijn als de wereld geen geschiedenis zou hebben? En ik heb het boek dan dichtgeslagen en eerlijk gezegd nooit uitgelezen. Had ik misschien wel eens moeten doen. Maar ik heb daar dan maandenlang over nagedacht en op mijn 16e heb ik dan eindelijk geschreven. Ik had geen idee waar het verhaal naartoe ging. En ik ben geen planner. En het idee is zich verder gaan ontwikkelen tijdens het schrijven. Ik ben mezelf bewust dat ik het misschien iets extremer had kunnen doen. Maar dat is niet het verhaal dat ik blijkbaar wil schrijven. Een van de dingen in jouw boek wat ik heel erg mooi vind, zijn de vriendschappen. Het speelt een grote rol. Is dat ook iets wat voor jou heel belangrijk is? Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed ik moet antwoorden op deze vraag. Ik heb het gevoel dat ik aan een val loop. Maar natuurlijk zijn vriendschappen belangrijk voor mij. Ikzelf heb er misschien niet zoveel als Kanita. Maar de vriendschappen die ik heb zijn me heel dierbaar. Je zou kunnen zeggen dat Wes een eerbetoon is aan hen. Aan alle vriendschappen die ik ooit heb gehad, die ik heb en die ik in de toekomst nog zal hebben. Het blijft spannend en we gaan het nog spannender maken. We schakelen nu over naar onze filmische impressie van Wis, de wereld zonder geschiedenis. Morgen herinner ik me hier niets meer van. Morgen weet ik niet meer wat ik allemaal in mijn 14-jarige leven heb beleefd. Morgen ga ik niet meer weten wie mijn opa en oma zijn. Weet ik niet meer wie mijn vrienden en vijanden zijn. Morgen krijgt iedereen een nieuwe start. Een start zonder geschiedenis. Zonder herinneringen. Lieve Sazzy, ik zie dat je een hele grote doos hebt staan. Die staat er vast niet voor niets. Ik denk dat het hoog tijd is dat je er wat mee gaat doen. Nu komt het spannendste gedeelte. Ik kan eindelijk mijn boeken openmaken en eindelijk in mijn handen houden. Ik ga het maar meteen
krachten open te doen. Ja, elke dag. Dat is een beetje nodig, want de plakband komt er vrij snel af. Dus laten we dat zo doen. Ik geloof dat ik moest kijken naar met post-itje. Ah, mijn boek. Voor Zazie. Ik ga het even hier plakken. Hoi Zazie, wat ben ik blij dat onze wereld niet gewist wordt. Het heel leuk samenwerken met jou gaat missen. Tot de volgende reis, Peter en Inanna. Oh, wauw. Ik ben zo blij. Oh, bladert zo leuk. Zie, mijn boek. Misschien moet ik... ik ga even de doos wegzetten en dan ga ik een stukje voorlezen. Nu ga ik een stukje voorlezen uit de proloog. Morgen herinner ik me hier niets meer van. Morgen weet ik niet meer wat ik allemaal in mijn 14-jarige leven heb beleefd. Morgen ga ik niet meer weten wie mijn opa en oma zijn. Weet ik niet meer wie mijn vrienden en vijanden zijn. Morgen krijgt iedereen een nieuwe start. Een start zonder geschiedenis. Zonder herinneringen. Ik leef in het jaar 59. En vanaf morgen leef ik in het jaar 0. Dit is niet omdat ik in de tijd kan reizen. Dit is omdat elke 60 jaar de geschiedenis wordt gewist. Hoe lang dit al bezig is, weet ik niet. Waarom het gebeurt, weet ik ook niet. Ik weet enkel dat het gebeurt. Omdat de geschiedenis volledig gewist wordt, is de eerste dag van het nieuwe tijdperk het belangrijkst. Deze dag kan je hele leven veranderen. Die veranderingen merk je echter niet op. Je vorige leven is immers verloren in een onbekende duisternis. Dat is toch hoe ik het me voorstel. Vandaag wordt een chaos, daar ben ik zeker van. Ik heb met mijn vrienden afgesproken. Het is eigenlijk niet te geloven dat ik morgen niet meer weet wie ze zijn en dat zij niet meer gaan weten wie ik ben. Ik kan mijn leven niet voorstellen zonder hen. Vandaag willen mijn vrienden en ik een onvergetelijke dag hebben. Wat op zich belachelijk is, want morgen herinneren we ons toch niets meer van. Hoe dan ook, mijn vrienden kunnen elk moment mijn huis binnenstormen om me mee te nemen naar onze geheime plek waar we de laatste uren van dit leven gaan doorbrengen. Wat kan jij mooi voorlezen? En wat ontzettend fijn dat we dit samen hebben mogen doen. En ja, ik blijf erbij. Ik hoop dat geschiedenis van ons niet gewist wordt. Dank je wel weer voor het luisteren, het kijken en tot de volgende keer.